Yo, wat is up mensen, dit is Jar en welkom bij een live commentary. Vandaag ga ik live free-for-all spelen, we hebben meteen first blood, gaat super lekker. Hier achter mij is nog iemand. Shit, fucking Promlock, omdat ik niet... Ah, het stond... Nah, Promlock. Nou, ik probeer lekker snel te commentaten vandaag, lekker snel ook te spelen. Ik speel vandaag met een PDW Fastmac Grip Silenced. Waarom 3 attachments? Nou, de PDW vind ik echt gewoon rot recoil hebben, het beweegt gewoon heel irritant. En hoezo wist die gast dat ik hier stond? Oh, die wist dus niet. Oh, ik dacht dat hij wist dat ik hier stond omdat hij in één keer begon te schieten. Dat was dus niet het geval. Oh, springt hij net, hè. Mijn bad aim, echt serieus. Ik moet echt wat meer... Ja, daar mikken. Die gast heeft volgens mij nou al 3 keer gekillt. En die gast probeert mij ook de hit te killen, hè. Ja. Nou, ik moet een beetje gebiedje af gaan zetten. Die gast heeft mij gezien. Oké, dat is dus een teken om weg te gaan. Want ik hou er niet van als mensen weten waar ik ben. Want ik wil graag een ghost zijn. Oh shit. Haha. Had je maar geen 3 roundbus moeten pakken. Oh, gaat hij achter de auto zitten, man. Hij helpt me ook nog bijna. Hij gaat me ook nog eens bijna. Wat is dat voor een rotspan, man? Waarom daarachter een... Serieus, man. Light machine gun, kom op, zeg. Dat is dus echt gewoon het... Ja. Pak gewoon geen light machine gun, man. Leer gewoon spelen. Pak gewoon de PDW, for instance. Doe in ieder geval iets wat nuttigers. Oké, ik pak een straight up knife. We gaan... Oké, dan. Er was dus helemaal niks aan de hand hier. Nice, beetje in... Ja, shit. Ik sta nou wel lekker eigenlijk. Ja, KD2 is voor mij lekker, oké. En hier is een gastje. Oké, hij komt daar aanlopen. Hij heeft mij gezien. En hij denkt, oh ja, die gast die zit daar toen. What the fuck, Prom? Oh, ik moet echt om leren niet te gaan liggen als ik dat doe. Ja, oké. Sommige mensen kunnen al helemaal niet... Ja... Wacht eens even. Maar als ik prone, als ik op Q druk, control druk, oftewel dat ik ga liggen en ik heb prone blok, dan hoort dat eigenlijk, dan hoor ik toch automatisch eigenlijk te gaan crouchen in plaats van te niks te doen. Dat vind ik wel echt, dat valt wel een beetje. Ik dacht dat dat vroeger altijd was, vroeger, in de oude tijd. Dat dat zo was, maar dat was dus niet zo. Voor het geval je wil weten welke perks ik gebruik. Voor het geval je denkt, oh ik ga jou een keer naapen. Ik ga precies dezelfde klas als jou doen. Is goed. Ik gebruik namelijk Hardline, Ghost en Toughness en Dexterity. Kijk, oeh, dan had hij mijn... Wat is dit? Sommige plekjes zijn heel irritant om je betties neer te leggen, echt. Maar wat mij afvraagt is, waarom gebruikt iedereen betties? Die dingen zijn super makkelijk te ontwijken. In ieder geval, bijna altijd zijn die heel makkelijk te ontwijken. En toch gebruiken mensen die. En geen Glamour. Oh shit. Dat snap ik dus niet. Nou ben je dood door mijn MSM, door die andere gast van MSMC. Sprayen. Oh shit. Daar heb je die gast, daar heb je die gast. Spring hier naar beneden. Ah, kut. Oh, ik ben lightweight gewend. Ik ben serieus lightweight gewend. Daar heb ik dus lekker weer profijt van. Die gast wil lekker assisted suicide. Want hij wil geluk. Dus volgende keer niet meer springen als ik een beetje redscreen ben. Dus gaan we even kijken deze plek een beetje domineren. Waar is iedereen? Serieus. Er is echt helemaal niemand hier. Oh, daar was iemand. Ja, ik had jou wel gezien. Yo. Shit. Oeh. God. Had ik jou bijna gemist, hey, bad aim. Kom ik aan. Oh shit, man. Echt mijn... Daar had je... Oeh, yes, lekker. Oh yes, 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 yes. Meer, meer, meer. Funket is... Nee. Ik ben niet aan het campen, hey. Dus... Dit is geen campen. Kijk hem even. Komt hij net aan, hè? Wat een mongol!
Oké, dat was niet slim voor mij. Ik had op de UV moeten kijken. Had ik niet gedaan. Oké, ik moet ook niet... Oh. Ik moet wel een beetje wachten tot ik clear shot heb. En dat heeft die gast dus wel. Waar ben jij, man? Waar ben jij dan? Ja, wou net zeggen. Iemand achter mij. Even reloaden. Kill die gast dan. Goed zo. Dan ga ik hier even het huisje in, oké? Ik sta 17 om 7. Is eigenlijk tot nu toe mijn lekkerste free-for-all potje ooit. Serieus, mijn lekkerste ooit. Tot nu toe. In ieder geval Black Ops 2 dan, hè. Want er is natuurlijk ook free-for-all Modern Warfare 3 en zo. Maar daar sta ik altijd echt super crappy. En nou sta ik super lekker. En dan moeten we ook zo houden. Moeten we een beetje de spawns controleren. En hopen dat die... Wat is die aan het doen, die gast? Kom op. Show yourself. Oeh, die kan ik wel gebruiken. Long barrel, nog iets. Daarachter zag ik iemand die begon al mij te schieten. Die denkt, hey, daar... Huh? Wacht even, ik zag... Meestal zie ik iemand even... Nou, nah, kom op. Echt, flikker op met die stomme light machine gun, man. Ik sta nog steeds ver, eigenlijk best ver bovenaan, dus... Kijk eens aan. Ja, yo, camper. Daar gaat je shock chargey. Oh, huh? Ik dacht dat er iemand liep. Oh, dat was dus niet het geval. Even kijken hier achter de steentje. Die gast die weet nog steeds. Even. Kom op. Hit, man. Hit. Ja, goed zo. Dingen zijn ook zo klein, hè? Die bouncing betties. Die gast die denkt nou. Ee, die gast die weet. Die weet nou dat ik hier ben. Dus. Ik ga iemand lekker sprayen met mijn. Trouwens, vet emblem had die gast. Maar dan ga ik dus maar even sprayen met mijn. Scorpion Evo, dat is echt een hatelijk wapen. Dat is echt zo'n wapen waarvan je denkt van... Waarom hebben ze die erin gezet? Ik vind dat ook een beetje gek, waarom ze die erin gezet hebben. Want ik vind het echt een rotwapen om tegen te hebben. Vooral op deze maps. Dus Jemen, veel close quarters. Ook al is het een nogal wat grotere map. Er gebeurt hier... ja, kijk, daar had je die gast al... Dat was een zieke spawn. Dat was echt een zieke spawn. Een mooie dubbelkill dat ook. Ja. Nu werken de spawns wel mee. Oké, nu moet ik wel echt op de UAV gaan kijken. Oké, er is dus waarschijnlijk weinig. Er zijn echt... ja, hierboven. Ja. Light machine gun. Weer iemand, hè. Dat is al de twee... Ja, fuck jou. Echt waar. Als ik jou tegenkom, jongen. Oh... Nee, maar ik haat er zo op, hè, die light machine gun noobs. Zelf voor jullie waarschijnlijk ook helemaal gek van. Ik zelf was er echt helemaal gek van. Maar soms helpen ze ook mee. In dit geval was dat die gast. Je kan hem natuurlijk ook altijd gewoon zelf terug gaan pakken met je eigen light machine gun die je dan toevallig in hebt gesteld als klas. Maar dat, ja, ik raad het wel af. Ik ga echt geen light machine guns gebruiken tegen light machine gun noobs. Want het zorgt alleen maar voor meer commotie. En ik moet even snel 5 kills halen trouwens. Want anders wint iemand anders de game. En dat zou nine zijn. Dat zou echt heel nine zijn. Die gast die denkt nog even terug te komen hier. Ja, show yourself. Ja, die ga ik, daar ga ik echt niet op af. Want die heeft weer zo'n light machine gun. Even tussendoor reloaden. Dan weet ik zeker dat ik die kill heb. Dan gaan we jou pakken, noob. Dat vind ik dus echt dom. Waarom zou je een care package pakken op free for all? Dan weten mensen dus gewoon waar jij zit. In ieder geval hier te liggen. What the fuck? Als die gast niet had gehad, hè. Oké, er was een Sentex. En die werd niet... Ik ga gewoon die... Kerpijkers stelen, hé. Is dat een idee? Is dat een idee? Ja, dat is een UAV, man. Die heb ik toch al. Even kijken. Shit. Shit, 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 shit. Oh, what the fuck ben je aan het doen? Oh, mijn god! Dat is gewoon
Een poll! Fucking poll! Non the GUA. Nou, bedankt voor het kijken. Ik wil je in ieder geval... Ja, natuurlijk bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende live commentary. Ik moet wel zeggen, echt... Ik had beter kunnen gaan. Ik had nog een mooie final kill kunnen hebben. Maar dat was dus niet het geval. 29-13. En ja, ik zie jullie bij de volgende live commentary.